Goedemorgen. Nou, het is even geleden, maar zoek maar weer op Openbaring 21, hè, want daar zitten we middenin inmiddels. We zitten midden in het verhaal van de edelstenen. En ik begin de preek en heb het daar nog een kort moment over voordat we gaan naar het volgende vers. Een mooi visioen, hè, waar we mee bezig zijn. Ik lees even vanaf vers 9: Nieuw Jeruzalem is het koninkrijk van Christus, is de nieuwe schepping uitgebeeld in die stad. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid. De vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg. Dat is hetzelfde. Hij werd weggevoerd in de hemel, een visioen. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen. Gelijk als de steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. Nou, ik sluit dit even af. Voordat we verder gaan naar vers 12. We hebben het over de edelsteen gehad. We hebben het over uh, met name ook de diamant gehad. We hebben gezien dat dat een beeld is van Christus. Sowieso de diamant met een hoofdletter. Hij is de allerkostelijkste steen die er is, die er was en die er ooit zal zijn. Maar daarmee is uh, die steen, die diamant, die edelsteen ook een beeld van zijn koninkrijk. Als het een beeld is van de koning, is het ook een beeld van zijn koninkrijk. Maar zijn koninkrijk en koningschap is eeuwig. Dus uiteindelijk is de diamant en zij de edelstenen een beeld van de nieuwe schepping. Definitief als er straks nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn. Nou, wat maakt een steen edel en wat maakt een steen duur? Dat heeft te maken met de mate waar het licht er doorheen kan. Als er heel veel licht door een edelsteen gaat of door een diamant gaat dan wordt hij ook meer waard. Nou, dan hebben we het natuurlijk ook over Christus, hè? Die het woord, het licht van God ook in deze wereld verspreid heeft. Die de afstraling was van Gods heerlijkheid. Hij was zelf heerlijkheid. Kortom, de volmaakte diamant. En het mooie van een diamant is... Dat als het, net als met een prisma, als het door die facetten valt, krijg je de kleuren van de regenboog. Christus heeft de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt. En dat is eigenlijk ook onze roeping. Namelijk God verheerlijken en God groot maken. Dus dat was de gedachte van de edelsteen. En ik stop daar eerst mee. Misschien komt het nog een keer aan de orde verder in dit hoofdstuk, maar dat weet ik nog niet. Ik, ga, nou, maar ik wil er nog even wat anders van zeggen. Uh, ook bijvoorbeeld van uh, het Nieuw-Jeruzalem, die stad, heeft men allerlei voorstellingen van gemaakt. En je ziet dat op schilderijen. Dan dus zie je halverwege de hemel en de aarde een grote stad met engeltjes, met trompetten, gouden straten. Men probeert daar een voorstelling van te maken. En dan denk ik, als we nou een voorstelling zouden kunnen maken van de nieuwe schepping, bijvoorbeeld door middel van een bouwwerk, om die nieuwe schepping voor te stellen, ja, dan zou ik een bouwwerk maken van steen. Maar niet van natuursteen. Wij kijken, Minneke, die kijken wel naar het Droomhuis op het platteland. En die Engelsen die hebben zulke mooie dorpen. En die huizen zijn vaak allemaal gemaakt in, in die dorpen van het natuursteen wat daar gewoon gewonnen wordt in de regio. En dan is het wat roodachtig en geel. Dus prachtig en blijkbaar ook best wel duurzaam. In de zin van, uh, zo'n huis stort niet na een jaar in of na tien jaar omdat het natuursteen is. Dus het heeft best wel goede kwaliteit. Maar ja, als je er een beetje een boer in, in gooit of je gaat erop hakken, gaat die steen toch kapot. Dus als ik een voorstelling zou moeten maken van de nieuwe schepping, dan zou ik een bouwwerk maken, maar niet van natuursteen, maar van edelsteen. Dan zou ik een bouwwerk maken van diamanten. En het mooie daarvan is, ja, ik zou bijna zeggen, diamanten overleeft alles. Dus ook het oordeel. Het heeft als het ware de jongste dag, het oordeel op de jongste dag overleefd. Of, even eerder, het is bijvoorbeeld door het oordeel gekomen, de diamant van de zeven violen. De zeven violen, dan wel de zeven schalen, spreken over het oordeel van God over de wereld. In de 33-jarige periode na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En dat is heel Bijbels. Het principe dat alles door het oordeel, door vuur gelouterd wordt... is er volstrekt bijbels gegeven. Waar moeten wij mee bouwen? Goud, zilver en kostelijke stenen. Dat zijn die edelstenen. Dat zijn die diamanten. Dat is door het oordeel gegaan. Dat zijn de werken die door middel van ons lichaam geopenbaard werden of gezien werden of uitgesproken werden het woord van God wat zijn waarde heeft het is gebeurd vanuit ook zeker de nieuwe schepping onder leiding van de geest en dat houdt eeuwig stand daarvoor ontvang je ook beloning straks in de toekomst in tegenstelling tot hout, hooi en stoppelen want dat is dingen die gebeuren door onszelf door ons eigen ik door ons oude mens en dat redt het niet door het vuur heen dus wij mogen bouwen met die edelsteen. Ik heb een paar weken geleden gezegd: zijn wij zo'n edelsteen? Verspreiden wij het licht van Christus? Laten wij het licht van Christus horen? Dat is heel bijzonder. Wij denken vaak: wij moeten Christus laten zien aan de mensen om ons heen. Maar uh, Johannes heeft het ook over het licht van de Heer Jezus, maar dan heeft hij het vervolgens over spreken. Wij kunnen wel proberen Christus te laten zien. Maar iemand die u niet kent, zal niet denken van oh, dat is een gelovige. Die zal denken van een goed mens. Wat humaan. Nee, we moeten eerst het woord van God verkondigen. Dat ze weten wie je bent. Dat is ook, heb, heb ik ook toen in mijn sollicitatiebrief geschreven dat ik een gelovige was. En mijn bediening hier in de gemeente. Nou, ik weet nog dat iemand zei: we willen niet dat jij gaat evangeliseren op het werk. Hè, want dat is dan weer heel zijn ze bang voor. Nou, ik heb toen gezegd, dat ga ik ook niet doen, maar als we om dingen vragen, ga ik het wel antwoorden. En heb ik het er wel over. Maar goed, maakt, uh, maakt even niet uit. Maar verspreiden wij het licht van Christus? Zijn wij een diamant? Ja, het, het is zo'n mooi type, die edelsteen. Net als de sterren, als de planeten. Uh, uh, Christus vinden we erin terug, maar ook zijn werk. Waar worden edelstenen, waar wordt goud gevonden? Diep onder de grond. Nou, soms kun je in een riviertje kun je wat zeven en dan vind je korreltjes. Maar het komt wel ergens vandaan. Edelstenen worden beneden over het algemeen gevonden. Dat wil zeggen, het komt van beneden naar boven. Het wordt uit de dood gehaald. U kunt zelf de toepassing maken waar ze spreken. Ik heb dus opgezocht, het diepste gat, de diepste mijn ooit met menshanden gemaakt in de aardbodem, was een goudmijn in Zuid-Afrika. Ongeveer vier kilometer diep in de grond. Overdrachtelijk zou je zeggen, die mijn ging het dodenrijk in. Want onder, volgens de typologie en volgens de beleving, ook in de Bijbel, onder is het graf, beneden is het dodenrijk. Komt het vervolgens naar boven... Dan komt het dus uit het dodenrijk, uit de dood, overdrachtelijk. En zo wordt goud uit de grond gehaald. Zo worden edelstenen uit de grond gehaald. En als het uit de grond naar boven komt, is het natuurlijk een beeld van opstanding. Nou, dat is precies wat de diamant en wat de edelsteen uitbeeldt. Het is door het oordeel gegaan. Eeuwig leven, onvergankelijk leven, blijft eeuwig. Er is een nieuwe schepping tot stand gekomen na de dood. Het zat erin, maar het is naar boven gedolven. Beeld van opstanding. Geweldig. Prachtig beeld. Wat ik ook mooi vind. Ik heb het nu over de edelsteen, de diamant, als beeld van het Koninkrijk van Christus. Als beeld van de nieuwe schepping. Ik denk dat er nauwelijks een betere voorstelling is dan een bouwwerk van diamant. Uh, ik weet niet of ik dat ook eens ooit verteld heb. Uh, een prachtig. Uh, uitleg uh, wat de eeuwigheid is. Volgens mij in de sprookjes van Grim. Dat had ik al vroeger, dat is een heel dik boek met hele enge tekeningen. Daar weten we wel draken en heksen. Maar uh, dat beeld was dat er een berg is van diamant... een kilometer hoog. En elke duizend jaar komt er een musje op die berg... en tikt er één keer tegenaan. En als die berg helemaal versleten is... is er één seconde van de eeuwigheid voorbij... Nou, dat gaat eigenlijk niet voorbij, want zo'n snaveltje, die berg, die sluit helemaal niet. Maar, maar wel een prachtig beeld. Maar wat ik ook mooi vind, het heeft niet alleen met de nieuwe schepping in de toekomst te maken, met het koninkrijk van Christus in de toekomst te maken, maar het heeft ook met jullie te maken, ook met mij te maken. Wij zijn vandaag in die stad. Wij zijn in dat nieuwe Jeruzalem. Wij bevinden ons in dat koninkrijk waar dat licht ingang vindt, toch? Wij zijn toch een nieuwe schepping. En onze uh, wandel is toch in de hemel en daar wonen wij toch. Daar is toch ons burgerschap. Nou, dat is precies die diamant. Dat is precies die edelsteen. U wandelt toch in het licht met Jezus. Dat is die edelsteen. Dat is die diamant. Het betekent dat u open staat voor het woord van God. En dat sowieso, want u bent een gelovige. Dus u stond eens open voor het woord van God en heeft u bekeerd. Hè? Door geloven uit genade, uiteraard. U heeft het woord van God niet afgewezen, u heeft dat licht geaccepteerd. U heeft het in u opgenomen. En ik hoop ook dat u het doorgeeft. Dat is de diamant. Er komt licht binnen en hij straalt vervolgens licht uit. Het wordt geschreven in de harten van de gelovigen. Nou, de diamant is de meest kostbare, de meest harde steen die er is. De mooiste diamanten, namelijk degene die het meeste licht doorlaten... worden verwerkt in sieraden en nogmaals... Hoe mooi de diamant van kleur en de facetten en de hardheid en noem maar op, hoe duurder die wordt. Dat wordt verwerkt in sieraden. Maar niet alle diamanten laten evenveel licht door. Sommige zijn dus ook niet als sieraad geschikt. En die worden gebruikt voor industriële toepassingen: voor boren, voor zagen, voor slijpen. Maar bijvoorbeeld ook voor de naald van een grammofoonspeler. Tenminste heb ik al te begrepen dat het puntje van de naald van diamant moet zijn, maar dat is niet zo'n geweldig kostbare diamant. Anders zou het natuurlijk niet in zo'n naald zitten of aan zo'n naald zitten. Maar het was gewoon een steen die geen of nauwelijks licht doorliet. Maar diamant, ook voor boeren voor zagen. Het spreekt over de onvergankelijkheid. Er is niks zo onvergankelijk als een diamant. En dat is de geestelijke. Overdrachtselijke betekenis. Nogmaals, diamant staat voor de blijvende, onvergankelijke en eeuwige dingen. Voor Christus, voor zijn koninkrijk, voor de nieuwe schepping, de hemelen en de oude, maar dus ook voor jullie. En ook voor mij. We leven eeuwig. We hebben het ook in verschillende liederen gezongen. Want wij zijn ook nieuwe schepping. Nou. Dat over de diamant. Nou stop ik even. Openbaring 21, die wordt eruit geknipt voor de, voor de preek. Maar goed, dat is dan niet anders. Openbaring 21, vers 12. Dat gaat nog steeds over die stad in het visioen. En zij had een grote en hoge muur. En had twaalf poorten. En in de poorten twaalf engelen. En namen daarop geschreven, welke zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls. Hier vinden we een nadere beschrijving van de stad in het algemeen. Nou, wat wordt als eerste beschreven in vers 12? Een grote en hoge muur, met uiteraard poorten daarin. Nogmaals, niet letterlijk, overdrachtelijk. Maar poorten daarin, want als zo'n stad er letterlijk zou zijn met die hoge muren, ik kom zo meteen nog even op de hoogte, dan moet er toch een, een of andere manier zijn om binnen die stad te kunnen komen. Dus er moeten poorten zijn in die muren. Nou, nu bevestigt de Bijbel voor mij in ieder geval de gedachte dat een stad alleen een stad is wanneer er een muur omheen staat. Zo zijn er in Nederland kleine, relatief kleine plaatsen. Volgens mij ook bijvoorbeeld een plaats als Culemborg. Maar die hebben stadsrechten omdat er een muur omheen staat. We noemen het ook wel vestingsteden. Nou, als we nou in Daniel 9 lezen dat men toestemming krijgt om de stad te herbouwen. dan gaat het niet om het bouwen van huizen hoor, of alleen van huizen, maar in dit geval niet. Maar dan gaat het om het herbouwen van de muren, van de straten en van de grachten. Want ik heb ook begrepen dat je ook een stad nog moet zijn als er een gracht omheen is. Maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Maar je kan dit heel mooi terugvinden in het boek Nehemia. Als er een muur is gebouwd, dan is er een stad gebouwd. Als men alleen maar huizen zou bouwen en geen muur, dan is het ook geen stad, maar dan is het een dorp. In de Statenvertaling heet dat zelfs een vlek. Nou ja, dat denk ik een vlekje, dat stelt helemaal niks voor. Nou, op een bepaald moment kreeg Nehemia toestemming om de stad te herbouwen. In overeenstemming met Daniel 9. En hij ging dus en kwam dus in Jeruzalem. En wat zeggen dan uitleggers? Nou, Nehemia kan niet degene zijn geweest die dat gedaan heeft die die stad heeft verbouwd als stad want er woonden al mensen, er stonden al huizen dus dat moet iemand anders zijn geweest. Maar dat is dus een misverstand. Want Nehemia kreeg toestemming om de stad te bouwen. Maar dat betekende gewoon dat hij toestemming kreeg om de muur te bouwen. Om de huizen die er toen al stonden. Want natuurlijk woonden er nog steeds misschien wel tientallen honderden mensen in die plaats. Maar Nehemia kreeg toestemming om de muur te bouwen. Dus om de stad te bouwen. Dus dat gebeurde pas onder Nehemia. Nou, als we dan hier in Openbaring 21 een beschrijving vinden van de stad. Is de eerste beschrijving. Vervolgens een beschrijving van de muur. Het hemels Jeruzalem. Nieuw Jeruzalem. De stad. Daar moet ook in het visioen een muur omheen staan. En er staat dat het een hoge en grote muur was. Maar dat is twee keer hetzelfde hoor. Het is gewoon hetzelfde. Een muur is pas groot als die hoog is. Groot kan misschien ook dik betekenen. Maar een dikke muur van 10 centimeter is geen grote muur hoor. Helemaal niet. Nee, hoogte bepaalt of de muur groot of klein is. Ongetwijfeld zal deze muur ook dik geweest zijn, maar dat hoeft er niet bij vermeld te worden. Een grote, hoge muur. Even een voorbeeld dat groot en hoog hetzelfde is. In de brede brief staat dat wij een grote priester hebben. En ergens anders in de Heerbrief staat dat wij een hoge priester hebben. Maar die grote priester is gewoon de hoge priester. En de hoge priester is gewoon de grote priester. Hoogte bepaalt of iets groot of klein is. Nou zou onze grote priester ook een hoge priester zijn? Ik denk het wel hè. En hij die nu onze hoge priester is, zou die ook groot zijn? Ik denk het wel hè. Er is geen naam die groter is dan de naam van de Heer Jezus Christus. Dus het zijn twee aanduidingen, twee kwalificaties, maar het betekent precies hetzelfde. En daarom is de grote priester dezelfde als de hoge priester. Het gaat niet om twee verschillende priesters in de Hebreeënbrief. En zo is het met deze muur. Als een muur groot is in de Bijbel, dan is hij hoog. En nou staat er dus twee keer in vers 12. Dat betekent dus dat hij erg hoog was. Het was een erg hoge muur. Dat zal ook wel. Dat wil ik wel accepteren. Want als de stad bouwen hetzelfde is als de muur bouwen. Dan is de hoogte van de stad dezelfde als de hoogte van de muur. En de stad was hoog. De stad in het visioen was ontzettend hoog. Die was 12.000 stadien hoog, staat er in vers 16. En zo hoog zal de muur dus ook in het visioen geweest zijn. Ik heb het opgezocht. Eén stadie is rond de 1,85 meter. Laat ik voor het gemak, voor het rekensommetje, twee meter van maken. Dan betekent het dat in het visioen deze stad een kleine 24 kilometer hoog was. En ik geloof dat die muur in het visioen ook zo'n kleine 24 kilometer hoog was. Waar het om gaat is dat die muur zo hoog is, opdat je er niet overheen kunt klimmen als een dief bijvoorbeeld. Een grote en hoge muur is eigenlijk een muur die onneembaar is. Je kan er niet overheen. Maar hoe kom je dan de stad in als je toch in die stad wil komen? Via die twaalf poorten. En dat hoort zo. Omdat de poort het middel is waardoor heerschappij uitgeoefend wordt. Macht, zeker in het verleden. Hè, wij, wij, ja, we kennen wat poorten in leuke vestingstadjes. Maar in de dagen van de heer Jezus. Zeker in het Oude Testament. Misschien ook wel de Middeleeuwen. was dat nog zo. Macht wordt beoefend door en via de poort. Als er een poort in een muur zit, dan kan er bepaald worden wie er wel naar binnen mag en wie er niet naar binnen mag. Dan oefen je macht uit. Dat kan niet alleen gecontroleerd worden, maar het kan zelfs beheerd worden. Zij die de macht hebben over de poort, zijn in wezen de machthebbers van de stad. Jij mag erin. Jij niet, om de een of andere reden. Als de macht ook beheerd wordt, kan de macht ook beheerst worden door de mensen die te maken hebben met die poort. De een mag er wel uit, de andere mag mee, de ander mag er niet uit, de ander mag niet naar binnen. Noem het maar op. Vandaar dat de poort staat voor macht, heerschappij, koningschap. Want zo was het in het verleden. Ja, Alexander heeft helemaal geen macht. Maar de koning in de middeleeuwen of nog vroeger had natuurlijk macht, hè. Zelfs de wetgevende macht. Die bepaalde wat het volk mocht doen of niet mocht doen. Nou, denk eens aan een uitspraak van de Heer Jezus. Of over de Heer Jezus. Dat Hij mijn ingang en mijn uitgang zal bewaren. Die poort. Jij mag erin. Jij mag eruit. Dat betekent gewoon dat Hij ons hele leven mag beheersen. Dat ons leven niet meer van onszelf is, maar het is duur gekocht met zijn kostbaar en dierbaar bloed. En dat hij het voor het zeggen mag hebben in mijn leven. Hij zal uw in- en uw uitgang bewaren. Alles waar ik in kom, alles wat ik achter mij laat, of waar ik uit ga, wordt bewaard en bewaakt door de Heere. Dat betekent dat vers, dat is ook bijzonder. Dat geeft toch rustige en onrustige tijden. De Heer is in mijn leven. En hij bewaakt mijn ingang en mijn uitgang. Nogmaals, niet dat je geen probleem hebt, dat... maar het geeft wel rust. Hij weet ervan. En hij geeft kracht naar moeite. En liefde naar verdriet en zorg. De poort is een middel waardoor men macht uitoefent. Vervolgens is de poort ook de plaats waar de macht uitgeoefend werd met name. En daarom werd een poort, ook al gauw een woning, kon je er een woning bij gemetseld of weet ik hoe dat ging, maar dan kon je er een woning bij vinden, want men woonde in de poort. In de poort werd zelfs macht uitgeoefend, vandaar het woord poortwachter. Een wachter heeft macht. Nogmaals, die bepaalt wie wel en wie niet. Ja, dat vind je ook terug in het Oude Testament. Dit principe is gewoon een Bijbels principe. Het bekendste voorbeeld, u moet het voor uzelf maar eens lezen, is in het boek Rut en in verband met Rut. Er moest recht gesproken worden over de lossing van Rut door Boas. Lossing van Rut en haar familie, maar het moest beslist worden in de poort en Boas onderhandelde in de poort, want daar was de macht, daar was de heerschappij. Daar werden de rechten verdeeld. Stedelingen, allemaal een beetje ook informatie, maar toch wel interessant, werden vroeger ook Poorters genoemd. Want zij woonden binnen de poort, in de stad. En dit betekende dat zij onder de heerschappij van de koning van de stad stonden. Dat heette later niet meer koning, maar in Bijbelse tijden nog wel. En zij woonden dus binnen de poort. Poort. Nou het gaat om, het is typologie, het is een visioen. Het wordt gezien in de geest en op een hoog en grote berg, dus in de hemel. Het gaat om twaalf poorten en dan zeg ik het maar weer, waarom niet elf? Waarom niet dertien? En ik heb dat een paar preken eerder gezegd, kort over het getal twaalf. De poort staat voor heerschappij. Dat heb ik nou genoeg uitgelegd. Maar het getal twaalf ook. Net zo goed. De hele Bijbel door is het getal 12 het getal van heerschappij en macht. En dat die uitgeoefend wordt. Hey, ik heb zo'n getallenboek van Bollinger. Heel uitgebreid, heel veel getallen worden daarin besproken die we terugvinden in de Bijbel. Het getal 12, als het om Christus gaat, gaat zelfs om volmaakte heerschappij. Volmaakt bestuur. Ja, oké, okay, in een oude schepping, in de duizend jaren. Een onvolmaakte schepping. Maar denkt u echt dat de heerschappij van Christus straks in de duizend jaren... dat daar fouten aan zitten? Dat daar zwakheid te bespeuren is? Wel, dat denk ik dan wel bij ons kabinet. Maar goed, we gaan het niet over politiek hebben. Maar denkt u dat? Nee toch? De duizend jaren worden geplaatst in een oude wereld, in een oude schepping. Vervult deze oude wereld, die dus zondig is, onvolmaakt is. Maar het bestuur van koning Christus, mag ik het zo een keer zeggen, zal volmaakt zijn. Het getal twaalf en twaalf poorten dus. Allebei heerschappij. Maar in verband met het nieuwe Jeruzalem een volmaakt bestuur in de toekomst. Van de Heer Jezus Christus. Je hoort ook veel van de politiek handhaaf niet. En je kan wel regeltjes. Maar als er niet gehandhaafd wordt, heeft het geen zin. Christus zal handhaven. Volmaakt. Met een ijzeren roede. Hij loopt niet echt met zo'n roede rond hoor. En dat je een beetje rond gaat slaan. Dat is gewoon een uitbeelding van zijn heerschappij. Ook wat betreft handhaving van zijn regels, om het zo maar eens te zeggen. Van zijn wetten. Kortom, het getal twaalf. Staat voor het koninkrijk van Christus als zodanig. Volmaakte macht. Volmaakte heerschappij. Een volmaakt bestuur. We zijn nog niet van twaalf af. En in de poorten twaalf engelen. Dan denk ik, dat zijn dus de portiers. In de poorten. Niet achter de poorten, maar in die poorten staan blijkbaar twaalf engelen, dan wel twaalf poortwachters, die blijkbaar macht uitoefenen. Want het zijn de twaalf en ze zijn in de poort. Dus de portiers. En namen daarop geschreven. Ja, nou is het even onduidelijk voor mij. Uh, staan die namen op de engelen of op de poorten geschreven? Nou, ik, zonder toevlucht te nemen door zinsopbouw en grammatica, zou ik zeggen, ik kom er straks even heel kort op terug, dat de namen op de engelen staan en niet op de poorten, maar verder doet het er op zich niet heel veel toe. En namen daarop geschreven, welke zijn de namen der twaalf geslachten, weer dat twaalf hè, het is een en al twaalf, de twaalf geslachten der kinderen Israëls, dit is typologie. Dit is overdrachtelijke symbolische betekenis. Want de twaalf geslachten van Israël. beelden precies hetzelfde uit als de twaalf poorten. Waarom zijn er twaalf stammen van Israël? Nou, zijn er eigenlijk dertien. Maar in de Bijbel gaat het altijd om twaalf stammen van Israël. Waarom zijn er twaalf stammen van Israël? Waarom niet elf? Als de Bijbel het over de stammen van Israël heeft. Waarom niet 13? Waarom staan er in de Bijbel twaalf stammen? Omdat de naam Israël betekent heersen. Of strijden met God. U kent dat verhaal wel hè? Jacob streed aan de Jabok. Met de Heeren bleek achteraf. En hij werd geslagen in zijn zij. Maar de Heeren zei: Vanaf nu zal uw naam Israël heten. En dat het betekent heersen of strijden. Met God. Vandaar dan ook dat er in Openbaring 7 sprake is van 12.000 maal 12 verzegelden uit de stammen van Israël. Waarom niet 11.000 maal 11.000 verzegelden? Dat getal 12 weer. Zo belangrijk. Uit de stammen, de 12 stammen van Israël. Dat is niet toevallig. De Heer denkt, ach, dat aantal vind ik leuk in de toekomst, mooi getal. 24.000 in totaal, die verzegeld worden. En de boel gaan we evangeliseren. Nee, vanwege het getal 12. Macht uitoefenen. Heerschappij uitoefenen. Wat moeten die 12.000 of die 24.000, wat moeten die in de toekomst gaan doen? Als het dienstknechten van God zijn. Wat moeten ze dan in de toekomst gaan doen in deze wereld? Zij moeten de boodschap prediken. Wat is een ander woord voor boodschapper? Engel? Kom je weer bij die twaalf engelen uit? Het staat er niet toevallig allemaal hoor. Het is het woord van God. Alles heeft zijn betekenis, alles heeft zijn bedoeling. bedoeling. God wil ons er wat mee vertellen, ook via de symboliek. Een ander woord voor boodschapper is een engel. De stammen van Israël, die twaalf, zijn dus blijkbaar boodschappers. Voor mijn part engelen. Twaalf stammen, twaalf engelen worden gezien in dit visioen. Namen daarop geschreven. De twaalf stammen van Israël. En Israël als geheel, Israël als volk, zeker in de toekomst is natuurlijk de boodschapper door wie het woord van God in de wereld bekendgemaakt zal worden. Als dat Israël tot geloof gekomen is. En als alle twaalf stammen elkaar ontmoeten daar in de woestijn, hè, inmiddels de bekende woestijn en de bekende plek. Dan worden al die twaalfduizend uit die twaalf stammen verzegeld. En dan zullen het de engelen zijn van Christus, van God, om de wereld te evangeliseren. En wat zal er gebeuren? Aan het einde zijn er alleen maar gelovigen. Mede dankzij deze boodschappers uit de twaalf stammen van Israël. Dat volk zal de engel van God zijn in de toekomst. De boodschapper, door wie het woord van God in de wereld bekendgemaakt wordt. Israël was daartoe geroepen. Het heeft ze alleen nooit gedaan. Het was al geroepen onder het Oude Testament om het woord van God te verkondigen. Ze hebben het nooit gedaan. Hun waren de woorden van God toevertrouwd, voor ons trouwens ook hoor. Als u gelovig bent, dit woord is aan ons toevertrouwd. Dat vind ik een hele eer. Want ik ken mijzelf wel, is het nou wel handig om dat aan een mensenkind, met zijn zonden, met zijn zwakker, om dat toe te vertrouwen? De Heer heeft blijkbaar toch wel wat vertrouwen in ons. Nou ja, Israël heeft dat vertrouwen altijd beschaamd. En wij doen dat soms misschien ook wel. Dat je kon getuigen en dat je bijvoorbeeld niet durfde. Geen vrijmoedigheid had, dat kan, dat kan allemaal. Maar Israël was geroepen, hen waren de woorden van God toevertrouwd, om dat te brengen, om dat te verkondigen in de wereld. Zij moesten dat woord bewaren. Zij moesten dat woord prediken, uiteraard. Dat heeft ook alles met dat bewaren te maken. Opdat zij zouden verkondigen de deugde van Hem die hen geroepen had. uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Voor ons is dat niet anders. Wat voor Israël geldt in het verleden en ook in de toekomst. geldt voor ons vandaag. Wij mogen de deugde van God verkondigen. We mogen zijn evangelie verkondigen. Zijn veelkleurige wijsheid verkondigen. Het evangelie dus. Zijn genade, noem het allemaal maar op. Kortom, terug naar Israël. Zij moesten de volken brengen tot het nieuwe Jeruzalem. Tot het koninkrijk van Christus. En dat zullen ze in de toekomst gaan doen. Dat komen we tegen in dit visioen in Openbaring 21. In de toekomst zal Israël het zendingsvolk van God zijn. De engel. De boodschapper. En niet mensen komen tot geloof, zoals nu individuen. Volken zullen tot geloof komen. Dat is de oogst. Hè? Wij zijn de eerstelingen van de oogst. De oogst is voor later, na de opname van de gemeente. Het is dus Israël in de toekomst wat oproept om in te gaan in het Koninkrijk van Christus, in dat nieuwe Jeruzalem. Zij zijn dus degene die aan de poort staan. Zij zijn die boodschappers. Zij zijn die engelen. Engel is Grieks voor boodschapper. Die het evangelie van het koninkrijk zullen prediken. En die dus de mensen oproepen om die poort binnen te komen. Jullie mogen binnenkomen. Die macht hebben ze. Iedereen mag binnenkomen. Iedereen krijgt de uitnodiging. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult deel hebben aan het koninkrijk. Israël zal de mensen oproepen om de poort in te gaan. Waaruit is de zaligheid? Is de zaligheid uit de heidenen? De zaligheid is uit de joden. En dat zal in de toekomst blijken. En uiteindelijk zelfs uit heel Israël. Maar als de joden 2000 jaar geleden zich bekeerd hadden tot de heer Jezus Christus. Zie het lam gods. Dan was toen het koninkrijk van Christus in ieder geval over hen opgericht. En toen ging het om twee stammen. De tien waren verstrooid over de aarde. Dus vandaar dat Paulus zegt in zijn dagen de zaligheid is uit de Joden. En als je naar hen hoort en naar hun boodschap hoort, dan mag je door de poort. Dan mag je het koninkrijk van Christus binnen en dat zal in de toekomst gebeuren. Bijzonder hè dat er volken tot geloof zullen komen. De zaligheid is uit de Joden, eerst Israël. En via Israël Komt het tot de volken? Nou, het is dus zonneklaar. dat de namen van deze twaalf geslachten van de kinderen van Israël. staan op de twaalf poorten. Dan wel op de twaalf engelen. Maar ik hoop nu na mijn uitleg dat ik het meest logisch vind dat het op de twaalf engelen staat. Want die twaalf engelen staan voor de twaalf geslachten van Israël. Maar goed, helemaal duidelijk is het niet. Maar het gaat om typologie. Ook hier weer, broeders en zusters. U gelooft toch niet echt dat er een stad in de toekomst hier op aarde gepland wordt... waarvan er een muur 24 kilometer hoog is. En dat daar letterlijk twaalf poorten in zitten met letterlijk twaalf engelen. Het is een visioen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is in de geest. Hij wordt meegevoerd op een grote hoge berg. Een berg in de Bijbel is een beeld van de hemel... Dus ik heb het al eerder gezegd: Johannes wordt opgevoerd net als Paulus in de derde hemel. En hij ziet onuitsprekelijke dingen. Nou, hij kon ze misschien niet uitspreken. Gelukkig heeft hij wel het een en ander opgeschreven. De twaalf engelen in het visioen zijn de uitbeelding van de twaalf geslachten van Israël. En daarom geloof ik, dragen die engelen ook de namen. Het gaat hier om symboliek, het gaat om overdrachtelijke, geestelijke betekenis. Maar wat geweldig. Ik vind het visioen al zo bijzonder. Hoe het beschreven wordt. He, dan die poorten, die engelen met die diamanten en die straten. En het komt uit de lucht. Maar in werkelijkheid, als dat koninkrijk hier letterlijk op aarde komt. is het nog veel geweldiger. Er wordt licht gezien in die stad. Vanwege de koning die in die stad is. Ik ben ervan overtuigd. als Christus hier is in deze wereld. is het allemaal veel malen heerlijker. Dat kan zelfs. Een aardse diamant niet tegenop. Het zal overweldigend licht zijn. Een geweldig uitzicht. Het is, wij willen gaan bemoedigd worden door de psalmen. Allemaal goed hoor, als we het moeilijk hebben. Maar ik word hier ook door bemoedigd. Waarom? Omdat dit mijn toekomst is. Dit gaat gebeuren. Dit is waarheid. Het is namelijk Gods woord. Ik kan bemoedigd worden voor het hier en nu. En dat, dat kan ook belangrijk zijn. Maar het is allemaal maar even. Ik word vooral bemoedigd door dat ik weet wat er komen gaat en dat ik daar onderdeel van uit mag maken. Weer uitgeloven door genade dankzij mijn Heiland. Nou we hebben de liederen van gezongen, The risen Lord. Hij heeft het voor mij gedaan, dat kruis Hij heeft het voor mij gedragen. En alles wat er in de toekomst vervuld gaat worden, ik mag erbij zijn. Ik maak onderdeel uit van de bruidegom. Ik kom met mijn hoofd terug in deze wereld in heerlijkheid. Nou, dat is geen heerlijkheid. Nogmaals, van die TL-lamp. Of het is nog heerlijker dan de zon. Want die zal in dat koninkrijk niet meer nodig zijn. Want Christus zelf zal haar kaarsen. Dat zijn toch wonderlijk. Ik word er zo door bemoedigd. En ik heb dat nodig. Ja, dan zeg ik het even populair. We leven in een rotwereld. Meen ik echt? De Satan is de macht hebben over deze wereld. En dan lees ik deze zaak over de toekomst en dan denk ik geweldig, Here, komt spoedig. En ik denk dat het behoorlijk dichtbij is. En dat is toch de ultieme troost. Dat is toch de ultieme bemoediging die je maar ook als je verdriet hebt. Ook als je het even niet weet, maar te weten spoedig komt Christus. Hij is mijn en ik ben zijn. We hebben het ook gezongen, geen tranen geen rouw, geen moeite. Dan zullen we als kleine diamantjes zijn bij de grote volmaakte diamant. Jezus Christus, prijs uw naam hier, prijs uw naam. Amen.